Ik weet niet hoe snel we de vorige keer de 4000 likes hebben gehaald, maar het was echt insane snel. En hopelijk kunnen we dat bij deze video weer verbreken. Dus we gaan zo snel mogelijk proberen de 4000 likes aan te tikken. En ik hoop dat we in dezelfde avond nog dat kunnen aantikken. Jongens, we gaan Trollbasis 4.0 starten volgens mij. En dit is weer echt een geniale trollbasis. Heb ik van het internet, linkje van hem staat in de beschrijving. Ik heb hem wel natuurlijk een beetje aangepast, want ja, sommige dingen was ik het gewoon niet mee eens. In ieder geval, dit gaat dus mijn clan aanvallen. Dat is het hele idee van, als je het concept nog niet wist, dan ja, weet je dat nu. In ieder geval, ik ga ook wat anders proberen tijdens het opnemen. Laat ik jullie zo meteen zien. Goed, we gaan terug en het is, even kijken, het is nu 3 voor 8 en ik heb gezegd om 8 uur gaan we aanvallen. Ja, ik denk dat ze nu ook al ready zijn, dus we gaan gewoon starten, denk ik. Mensen zijn in ieder geval actief in de chat, dat is een good thing. In ieder geval, wat ik zo meteen ga doen, is een iets ander concept proberen. Dus niet dat ik ga commentaten, maar dat ik er hele chille muziek onder zet. Nou ja, ik vind het tenminste chille muziek. En jullie kunnen aan het einde van de attack bepalen van, vind ik dit chill, ja of nee? Dan kun je namelijk even in de infokaart hierboven klikken straks. En dan ja, dan kun je even stemmen voor ja of nee, weet je wel. Natuurlijk ga ik wel eerst eventjes een soort intro geven. Want anders dan, ja, is het natuurlijk een beetje raar dat je opeens een aanval ziet. Maar jullie begrijpen er waarschijnlijk wel wat ik een beetje bedoel. In ieder geval, we gaan hem delen en kijken wie hem gaat 3-starren. Want degene met de meeste procent, die heeft uiteindelijk gewonnen. Dus let's go. We gaan hem starten. En waar staat hij? Ja, can you beat my village? En de eerste attack is van, even kijken, watch live, godverdomme. En het is Lennart. Dus jongens, jullie gaan nu de attack van Lennart bekijken. Hij moet hier bij de pijl beginnen. Chille muziek. Let's go. Been counting days to get away. Jongens, de eerste attack is gewoon ge-3-start. Echt insane gewoon. Ja, weet je, ik heb gezegd van je mag met R aanvallen. En ja, dit is toch wel sterker dan ik dacht misschien. Dit is natuurlijk ook een Town Hall level 11 die me aanvalt. Bijna max, dus het is niet heel gek dat hij mij 3-start. Goed, we gaan gewoon door naar de volgende. En dit keer wel met commentary. In ieder geval, laat in ieder geval je stem achter van wat je chillen vindt. Je kun je hierboven doen bij de infokaart. Dan heb ik daar wat aan. En wie weet, in de toekomst doe ik dit dan vaker op deze manier. We gaan nu gewoon met een commentary doen, zoals jullie van me gewend zijn. En we gaan de basis gewoon delen. Even kijken, ja, change layout? Nee. Start. Let's go. Ik ben heel erg benieuwd wie er nu gaat aanvallen. Nieuwe kansen. En hopelijk gaat mijn basis het nu iets beter volhouden. We spelen, even kijken, tegen Ruben. En dit is ook een Town Hall level 10. Dus weer eentje hoger dan dat ik ben. Damn. Maar goed, hij gaat een ground attack doen. En ik denk dat, dat deze basis daar heel erg tegen bestand is. In ieder geval, hier gaat de golem al heel erg snel down door mijn king. En daar komen de Valkyries en de Wizards aan. Daarachter popt hij natuurlijk alles wat hij maar heeft. En hij heeft 4 heal spells. En dat kan nog wel eens vervelend zijn voor mij. Zoals je kan zien hier, de Valkyries gaan worden geupheeld. En ja, kutzo, die doen heel erg veel damage daar. Goed, de grote bom en boom! Grote bommen, die doen er heel erg veel. De poison heeft hij gepopt voor mijn ballon in het clankasteel. En komen ze daar doorheen? Gaan ze damage doen? Ik hoop het wel. Ja, die doen nog heel veel damage daar. En alle Valkyries en alle golems, et cetera, daar zijn volgens mij heel deels down gegaan. Hij heeft in ieder geval daarachter allemaal hawks gepopt. En ik hoop dat, even kijken, zijn er nog grote bommen actief ergens? Volgens mij wel. Ik hoop dat die in ieder geval dan wat gaat doen. Hij heeft nog 2 heal spells en oeh, daar gaan de Tesla's. En die gaan heel veel damage doen daar. En natuurlijk mijn X-Bows. En damn, ik denk niet dat hij dit gaat halen. Gaat hij dit halen? Grote bom, boom! Die doet heel veel damage. En hij heeft 2 heal spells en nee, hij komt er gewoon doorheen, mensen. Damn, dit is ook weer sterk hoor. Maar ja, jongens, dit is gewoon de tweede attack van iemand die een town hall hoger is, hè. Moet je even nagaan. Dat is, ja, weet je, dat is alsof ik een town hall level 8 ga aanvallen. Dat is gewoon easy peasy. Dus dit is ook easy peasy voor hun 2 geweest. Hierna gaan we attacks krijgen dat mensen het echt lastig gaan krijgen. Want dat is tenminste een fair attack.
En ja hoor, hij heeft natuurlijk de 3 sterren gehaald, zoals verwacht. Een town hall level hoger. Maakt niet uit. We gaan in ieder geval proberen dat iemand van mijn town hall level, of misschien lager zelfs, hem nu gaat aanvallen. En dat gaan we nu proberen. Even kijken. Challenge en start. Let's go. Watch live. Is dit een town hall? Ja, mooi. Eindelijk. Dit is een town hall gelijk aan de mijne. Dus dit is tenminste een heel eerlijke attack. Ik ben heel erg benieuwd of die deze kan 3-starren. Hij doet in ieder geval een loon attack, zoals je kan zien. Hij heeft 2 lava honden en daarachter popt hij zometeen de ballonnen. Gegarandeerd. Hoezo heeft hij bommannetjes? Hij heeft wallbreakers. Dat mag niet. Ja, dat mag niet. Want dat staat in de rules dat je dat niet mag gebruiken namelijk. Beter gaat hij dat dus ook niet gebruiken. Want anders is hij gedisqualificeerd. En dan heb ik automatisch gewonnen. In ieder geval, hij heeft alles hier gepopt. En even kijken. Zijn ballonnen zijn hier al bijna down gegaan. En dit is heel erg kut voor hem. Zelf, oh, heel veel ballonnen zijn al down gegaan van hem. Hij heeft er nog een paar over. Hoe hier aan de rechterkant gaat het op zich wel lekker. Worden ze doorgepusht. Maar dan worden ze naar achteren gepusht. Kijk maar. Woehoe. Booms. En ze komen er bijna niet doorheen, hè. Echt waar. Kijk maar. Boom. Ze worden naar achteren geduwd. Zo mooi dit, hè. Kijk eens aan. Dit is heerlijk. Oh, mensen komen gewoon niet verder zometeen. En de Tesla's worden ook nog eens gepopt. En ze kunnen helemaal niks tegen mijn basis doen. Dit wordt sowieso geen 3-star, toch? Kom op, laat het geen 3-star worden, alsjeblieft. De ballonnen worden door een haze versneld richting de Tesla's. En nee, ze kunnen... Nou, kunnen ze genoeg damage doen? Ik ben heel erg benieuwd. Misschien wel. Misschien wordt het wel een 3-star of niet. Nee hoor, de Tesla krijgt hij niet down. Daarnaast staat er ook natuurlijk nog mijn Wizard Tower. En ja, dit is moeilijk hoor, om dit nog te 3-starren. Het gaat nooit meer lukken. Dat kan ik je wel vertellen. Jongens, dit is misschien zelfs 0-star. Oh, dan is mijn basis heel erg bestand tegen deze attack geweest. Nee, er wordt geen 0-star aangezien die hier nog wel redelijk wat damage kan doen. Op allemaal gebouwtjes. En hij wil sowieso die 1 ster binnenhalen. Want ja, het is natuurlijk een klein beetje vernederend als je 0 sterren haalt. En de rest allemaal 3. Nee, Furnitur, je hebt gewoon een mooie attack gedaan. En ja, mijn basis is nou eenmaal goed. I know. Trouwens, wat ik nog eventjes wil melden. Ik zie dat de helft van onze kijkers nog niet geabonneerd is. Maak even een accountje aan. Druk eventjes op het abonnee knopje. Dan mis je nooit dit soort video's. En dan gaan we met z'n allen richting die Millie. Oké, dat gaat misschien nooit gebeuren. Maar you never know. Misschien als we 10 jaar doorgaan, dat we het dan misschien een keer hebben. Dit gaat nog eventjes duren. Damn, man. Dit gaat echt veel te lang duren. Ik ga hem gewoon return home. Hij heeft 1 ster gehaald. We gaan door naar de volgende. Watch live. Daar gaan we. En het is Mount Everest. De hoge berg. Die gaat nu aanvallen. Weer met een lunatic. Ze vinden het volgens mij leuk dat er momenteel, mag. Want eventjes, heb ik de rules überhaupt doorgenomen? Je mag geen jump spel. Je mag geen beef spel. Je mag geen wallbreakers, geen... Even kijken, wat was het nog meer? Ik weet het niet eens meer. Nou ja, dat was in ieder geval de vorige regels en ze mogen er gebruiken, dat jullie het weten. En ze momenteel gaan zijn ballonnen ziek snel down. Zijn ballonnen gaan allemaal heel snel down, hé. Dit is niet goed voor hem. Aan de rechterkant heeft hij ook een kleine push. Maar ja, dat wordt ook down gehaald door mijn Wizard Tower en natuurlijk mijn Air Tower. Of what the fuck, mijn Archer Tower. En momenteel schieten 2 Air Defenses vol op die ballonnen. En de ballonnen gaan zo snel down. Er worden zelfs naar achteren gepusht. Boom, ze kunnen weer geen damage doen. En daarnaast ook nog eens de ballonnen die alle ballonnen down hebben gehaald. En hij heeft 23%. Maar hij heeft natuurlijk ook nog een hele horde met minions. Maar ja, die gaan natuurlijk eerlijk gezegd niet heel veel doen. Die gaan namelijk richting mijn air defensie. Ze volgens mij allemaal one shot. Not sure. We gaan het zien. Gaan ze de one shotten? En boom. Ja, volgens mij wel. Dit wordt allemaal one shot. Dus ja, dat is minder nieuws voor Mount Everest. Hij was van tevoren al aan het twijfelen in de chat van ga ik dit wel halen, dit, dat. En wat blijkt, nee, je gaat het niet halen. Want dit is heel jammer, maar mijn basis is gewoon zo sterk tegen een town hall level 8 en 9 en 7. Niet tegen een 10 en 11, dat niet. Maar wel tegen de normale town halls van mijn level. In ieder geval, dit is een 33% zoals het er nu uitziet. En misschien wordt het niet eens meer. Weet je wat ik eigenlijk had moeten doen? Ik had mijn Xbox op R moeten zetten. Dat ben ik vergeten, maar ik ben bang als ik dat nu aanpas, dat ik weer 24 uur moet wachten voordat ik mijn basis kan delen. Dus dat ga ik in ieder geval niet doen. Hij heeft hier in ieder geval poison gegooid. Want ja, hij denkt van rip, ik moet het ergens kwijt. En zo te zien gaat zijn minion nog heel kleine beetjes damage doen op mijn basis. Hij wordt heel te naar achter gepusht, nu niet meer. En dit is gewoon een 35, 36, 37%. We gaan hem return homen, want ja, het is gewoon over.
geen enkele ster voor Mount Everest. Op naar de volgende. Voordat we doorgaan naar de volgende, wil ik van jullie in de reacties weten, wat lijkt jullie vet? Lijkt het jullie vet als ik Clash Royale en Clash of Clans ga livestreamen? Dus gewoon als extra, hè? Dus gewoon ga aanvallen, een beetje met jullie Q&A doen, et cetera, et cetera. Let me know in de chat, in de comments bedoel ik. En wie weet komt dat er wel aan. Maar goed, we gaan nu gewoon weer door naar de volgende. En ik ga hem challengen en go. Wie is er nog over? Ik zie... Oh, fuck. Hij is nog steeds bezig, serieus. In ieder geval, ik zie Ronaldo, Mr. Black, ik zie Robin, ik zie er nog meer. Dus we gaan hem gewoon weer delen. Nu kan het. Hij heeft 38% gehaald. Lekker, lekker. Nou, niet lekker eigenlijk, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Gewoon nice aangevallen, dat wel. Maar ja, mijn basis was gewoon te sterk. Hij heeft, even kijken. Oh, hij heeft 2 golems, hij heeft een pack, hij heeft een dragon. Oh, hij heeft echt heel erg veel troepen om allemaal op te noemen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje een vage attack. Want hij heeft geen, oh, hij heeft een heel klein beetje air, maar wel 2 lavahonden. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat hij van plan is. Dit is trouwens een Town Hall level 9 die me aanvalt. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Het gaat in ieder geval behoorlijk goed aan toe. Aangezien hier, even kijken, de lava honden volle damage doen op mijn air defense. En mijn ballon erdoor kunnen pushen. En alles kapot kunnen maken. Heel erg lekker. En even kijken, hij heeft nu 21%. Volgens mij gaat dat wat beter dan de vorige, genaamd Mount Everest. Maar even kijken, gaat hij hier doorheen komen? Dit is natuurlijk heel vervelend. Als je air hebt, moet je ook langs mijn air horns komen. Of hoe noem je die dingen? Die dingen die ze naar achteren blazen. Ik heb geen idee hoe ze heten. In ieder geval, hier is mijn klankenstil leeg gekomen. En ja, gaan ze de air kapot maken. Hij heeft er een poison op gegooid. Maar het is niet snel genoeg om alles goed down te halen. Hij heeft er volgens mij... Heeft hij nou 2 poisons neergegooid? Ja, ik weet het niet. In ieder geval, al zijn troepen zijn bijna down. Hij heeft hier enkel nog... Even kijken... Oh, hij heeft niks meer over. Ik keek naar mijn eigen ballon. Hij heeft hier namelijk enkel nog 2 wizards over. En die worden nu afgemaakt door mijn mortier en mijn ballon. En het is uiteindelijk een 42% geworden. Nou, not that bad. Maar ja, geen ster voor Robin. Hopelijk gaat de volgende wat beter doen. Nou, eigenlijk moet ik dat niet hopen. Want mijn basis moet zo sterk mogelijk zijn. In ieder geval, we gaan hem weer delen. Let's go. En we gaan gewoon kijken hoe deze gast het gaat doen. Is er überhaupt nog iemand over? Ik weet het niet. Watch live, er is nog iemand over. En het is Mr. Black. Die we zojuist natuurlijk in de chat zagen. Hij is er gewoon. Hij gaat met volledige air gaat hij aanvallen. Dus hij heeft 30 ballonnen, 1 dragon, 25 minions en natuurlijk zijn klankstil die hij zo meteen ook gaat leegpoppen. Hij gaat heel risicovol gewoon volle hap op de air defense in. En al zijn ballonnen zijn bijna down. Oh, al zijn ballonnen zijn down. Oh, nog niet alles. Hij ging... Oké, gelukkig. Ik dacht even dat al zijn ballonnen weg waren. Maar dat viel gelukkig mee. Maar ja, nu komt hij bij het punt dat hij zijn heal moet gaan poppen. Aangezien mijn Wizard Tower en de Archer Towers heel erg veel damage te doen. Hij gooit de Rage. Maar ja, dan zal ik maar niet de heal gooien. Anders is het zo zonde, want dan zijn ze heel snel weg. Want met Rage krijg je natuurlijk ook extra speed boost. In ieder geval, ze worden nu naar achteren gepusht. Ze moeten richting die air. En mijn Archer Queen. En volgens mij gaat alles hier down. Alles is down, mensen. Dit is niet goed voor hem. En zo te zien gaat hier een zwarte bom op af en boom! Huh? Deed het bijna geen damage? Zag ik dan nog goed? Oké, heel erg raar. Ik dacht dan namelijk dat het in een groepje damage deed. Maar dat is dus niet zo. Dat is misschien op 1 ballon geweest. Hij gooit in ieder geval zijn overige airtroepen en zijn dragons om de rest te cleanen. Maar ja, hij is nog steeds niet langs mijn air defense gekomen. Daarnaast heb ik hier natuurlijk ook allemaal Tesla's voor mijn town hall om het te defenden. Hier komt hij moeilijk doorheen hoor. Het is echt een moeilijke basis dit als je town hall level 9, 8, 7 bent. En ja, het gaat op zich wel lekker met mijn basis zo te zien. Hij gooit zijn king en queen en die krijgen damage van een grote bom. Hij gaat in ieder geval de air defense hier wel downhalen, denk ik, met die Archer Queen. Ja hoor, daar gaat hij nu op af. Maar de grote boom, boom! Hij moet een reetje. En daar komt een air daar komt mijn klankenstil leeg. En die gaat volle damage doen op de King, die is dood. En ze gaan nu volop af op de Archer Queen. En die gaat sowieso ook dood. Let maar op, die gaat dood. Die gaat dood. Gaat hij dood? En... Boom! Ja, die is dood. En daar komt de horde met minions. Die worden gewanshot door mijn air defense. En mijn queen zit er nog eens achter. Daarachter zit weer, even kijken, een wizard tower om ze instant dood te maken. Hier, let op. Ze gaan instant dood. En boom! Boom! Ze worden gewoon afgemaakt door mijn wizard tower. Echt insane die damage. En het is uiteindelijk...
Dit is volgens mij de laagste procent, ik weet het niet zeker, 32% voor Mr. Black. Goed, we gaan kijken of er nog iemand is. Ik ben heel erg benieuwd. Challenge en start. Watch live. Even kijken, het is Spacery. Oké, Spacery gaat ook met volledige air. We hebben gezien dat dat niet heel goed uitpakte, want hij heeft ook geen tanks of zo. Hij heeft geen lavahond, et cetera. Dus ik ben een beetje bang voor dat dit weer een mindere aanval wordt. Maar goed, deze kun je al helemaal niet blamen, want dit is een Town Hall level 8 die me aanvalt. Dus hier kunnen we niks over zeggen. Hij valt nu gewoon in principe voor mij een Town Hall level 10 aan. Dus je hebt gezien in de vorige video hoe dat afliep op een Town Hall level 11 bij mij. En een Town Hall level 10, dat ging echt slecht. Goed, we kunnen hem dus niks blamen als het slecht gaat. Want ja, hij is nou eenmaal een Town Hall level lager. En hier wordt hij gewoon afgemaakt door mijn king bijna. Oeh, dat ging echt net goed voor hem. En ja, zo te zien heeft hij nog een paar ballonnen hierover die bijna gewone-shot worden door mijn air defense. En de Archer Queen doet daar ook heel veel damage. Hij heeft nog een paar horde minions over en that's it basically. Hij had ook geen troepen van de clan. Dus ja, hij had hem misschien wat beter kunnen voorbereiden. In ieder geval, Spacery, je hebt het niet horrible gedaan of zo. Je hebt alsnog 19% binnengehaald. Dus lekker gedaan, jongen. In ieder geval, hopelijk is er nog iemand die mij gaat 3-starren nu. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er bang van. En iemand zegt, Matthijs, gaat het om de snelste tijd? Ja, kijk. Je moet het gewoon een beetje zien. Ja, we kunnen niet echt een winnaar kiezen. Aangezien de ene is Town Hall level 11 en de andere level 8. En dat is gewoon not fair, snap je? Dus je moet jezelf als winnaar zien. Maar inderdaad, eigenlijk is misschien wel de snelste tijd nog het meest eerlijke om te bepalen wie er heeft gewonnen. Want ja, anders is er geen winnaar, snap je? Dus de snelste tijd is gewoon de winnaar. Volgens mij was dat inderdaad Ruben. We gaan in ieder geval even deze aanval bekijken. Hij heeft een hele horde met minions. En oh man, dit wordt echt chaos dit. Kijk eens, de grote bommen hier zo. En daarnaast ook nog eens de airbommen. En oh, dit wordt echt chaos voor hem. Hij moet nu langs de air defensies. En natuurlijk one shot. En dit gaat niet goed aflopen, ben ik bang van hem. En kijk eens, de Wizard Tower deed ook heel veel damage hier. Maar hij komt, nou, gaat dit nog lekker? Ik weet het niet. Volgens mij, nee, dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed, jongen. Kijk dan maar, dit is ook weer een Town Hall level 8. Dus we hebben niks te zeggen. Weer volgens mij een 23%. En ja, we gaan kijken of er nog een Town Hall level 9 aanwezig is die mij wel kan 3-starren. Goed, jongens, ik cancel hem, want ik heb hier eventjes gewacht. Maar ja, niemand reageert meer op mijn aanval. Dus iedereen is geweest. Shoutout naar iedereen in de clan. Wil je de clan joinen? Join hem natuurlijk. Ik laat hem eventjes in beeld zien. Hier zo, zo. En dan kun je de clan natuurlijk ook joinen als je hoog genoeg bent, niet gerust bent en actief bent. Jongens, bedankt voor het kijken. Like eventjes deze video. Abonneer op ons kanaal voor Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, etc, etc. We gaan hele vette shit doen met vooral ja, met alles eigenlijk. Met alles gaan we lijpe shit doen. Check eventjes deze video's hier in beeld. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een gloednieuwe video. Peace out.